Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel leuks maken. We gaan namelijk aan de slag met een flowerbox. Er staan al meerdere flowerboxen hier online op dit kanaal. Maar vandaag gaan we even een iets andere versie maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal en blijf de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En heb je meegedaan aan de vorige winactie? Dan komt je naam misschien wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen via de mail. En dan komt de cadeaubon jouw kant op. En dan de prijsvraag van deze week. Want in elke DIY video heb ik weer een leuke prijsvraag. En de prijsvraag van deze week is: wat is mijn favoriete kleur met bloemschikken? Ik ben benieuwd of jullie dat weten. Laat hieronder weten. Je mag twee kleuren aangeven. Want ik heb ook eigenlijk wel meerdere kleuren wat ik leuk vind. Maar mijn twee favoriete kleuren, laat hieronder weten. Ik heb het denk ik wel eens genoemd in een van mijn video's. En misschien kan je het wel zien aan de video's. Maar goed, ik heb nu al genoeg prijs gegeven. Goed, we gaan gauw beginnen. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met deze flowerbox. Toen ik hem bestelde stond er zelfs bij duurzaam, dus dat is natuurlijk hartstikke tof. Er zit een plasticje in en daarin doen we een oaseblok. En daarin gaan we heel mooi opsteken. En aan het eind van de video zal ik jullie ook laten zien hoe je hem kan transformeren tot een kerststuk. Want dat kan namelijk heel gemakkelijk en dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En daarnaast krijg ik heel veel aanvragen of er al een kerststuk online komt binnenkort. Maar dit laat ik toch eventjes aan jullie zien, dus kijk gezellig mee. Allereerst vullen we hem met steekschuim. Ik maak hem ongeveer gelijk met de rand. Normaal doe ik hem er altijd een beetje bovenuit, maar dat doe ik nu niet. En als je een stukje oase over hebt, kan je die aan de zijkant doen om hem nog iets verder vast te zetten. Zo. Het overige plastic knippen aan het eind er eventjes af, zoals je nu ziet. En ik wil hem gaan opsteken in verschillende hoogtes. Ik gebruik daarvoor verschillende bladmaterialen, maar ook vooral veel romantische bloemetjes. En ik steek het één voor één op. Het is geen moeilijk stuk, maar wel heel leuk en een beetje romantisch. Zoals je ziet breng ik er even wat hoogte in aan. Met wat bladmaterialen. En ook asparagus vind ik heel sierlijk in dit stuk. En als je kan zien, hebben we dan echt al een leuke basis. Je mag dus echt ook wat hoogtes aanbrengen. Het mag iets wilder, het hoeft niet heel strak. Ik heb er ook eentje online staan op mijn kanaal die wat strakker is. Die is al van vorig jaar, maar wel leuk misschien om terug te kijken. En zo verdeel ik de bloemen er eigenlijk tussen. Ik let wel goed op dat de bloemen mooi zichtbaar zijn. Dat je elk bloemetje mooi kan zien. Dus dat is wel heel belangrijk. Ondanks dat je met hoogtes werkt. Volgens mij is dit echt een trend in Amerika. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zie je het daar al heel veel. Gewoon standaard in de bloemenwinkels. En hoe mooi als alles straks helemaal open gaat bloeien. En zoals je ziet verdeel ik alles eerst een beetje op lengte en langzaam werk ik naar beneden. Zo kan je goed zien dat, dat er geen bloem in de verdrukking komt. Alle bloemen een mooi plekje krijgen. Gipskruid aan in verschillende kleuren.
Dat brengt echt romantiek in het stuk. En dat past natuurlijk heel mooi bij zo'n bloemstuk. En wat roosjes mogen natuurlijk niet ontbreken. En zoals je ziet is hij in het midden wat hoger en dan aan de zijkant wat korter en wat lager. Nu kan je het overige plastic een beetje terugduwen of even afknippen als je dat makkelijk vindt, zodat het niet meer zichtbaar is. Kijk hoe leuk op deze manier. Het deksel kan je natuurlijk later weer gebruiken, omdat je de box ook weer kan gebruiken. Maar ik zet hem er altijd even onder, dat vind ik altijd een leuk effect geven. En om het dan nog eventjes helemaal af te maken, doe ik er een mooi lint omheen. Mooi sierlijk lint met een mooie strik. En de uiteindes knip ik even mooi af. Ja, en dan hebben we natuurlijk echt een heel leuk bloemstuk. Vooral die hoogteverschillen, maar ook de combinatie van de materialen en de manier van opsteken is niet moeilijk, maar wel echt superleuk. En dan zal ik jullie ook nog even laten zien hoe je eigenlijk van zo'n stuk, wat gewoon echt een normaal bloemstuk is, hoe je daar in één keer een kerststuk van kan maken. Dat gaat namelijk echt heel erg makkelijk door wat kerstgroen en wat kerstballetjes toe te voegen. En dan heb je hebt helemaal een kerstsfeer. Eventueel wat lampjes erbij tussen. Ik zal al die opties ook toevoegen aan de webshop. Dus mocht je hem dan voor de kerst willen bestellen, dan kan je hem wel vast bestellen. Maar het geldt wel op is op voor, als het is uitverkocht met kerst, dan is hij uitverkocht natuurlijk. Maar je kan hem eventueel voor een later tijd bestellen als je hem dan in de kerstversie wil. Goed, ik zal je het even laten zien hoe leuk dat staat. Je maakt altijd het kerstgroen van onder even schoon, dus dan haal je de steeltjes eraf. En dan steek je het eigenlijk gewoon bij tussen. Met een paar takjes heb je dan al dat effect. En dan heb ik in dezelfde kleur wat kerstballetjes. Die maken dan natuurlijk helemaal af. En dan heb je wel iets anders dan een traditioneel kerststuk, maar wel heel erg leuk in die sfeer. De ledlampjes zijn ook weer toegevoegd aan de webshop.
super gezellig natuurlijk. Heel erg leuk op deze manier. Ja, dan heb je echt een heel tof flowerbox. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onderkopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook naartoe moet. Waar het naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Wil je kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro? Laat dan het antwoord weten op de prijsvraag die ik aan het begin van deze video heb genoemd. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je jullie bij de volgende keer weer.